Denken we over 2005, 2006, om aan te geven hoe lang dat geleden is. Ik voel me ook even weer een beetje oud. Alles is waar gebeurd, helaas. Wat de puberteit nog van mij weet. Wat ik nog weet en geleerd heb, is dat je je benen in je nek legt en een slecht fundament is voor een sociale identiteit. Dat je met een potlood achter je oor niet slimmer lijkt. Dat een pauze lang naar een meisje staren er niet voor zorgt dat ze verliefd op je wordt. Integendeel, ze vindt het vooral eng. Dat men kan weigeren als je ze ten dans vraagt en dat een pak dan ook heel kut kan zitten. Dat Lego-autootjes geen verstandig gespreksonderwerp zijn, net zoals Pokémon, Jezus, stripboeken en James Blunt. Dat je beter geen fan van James Blunt kan zijn. Dat zoenen, MTV, alcohol en borsten wel verstandige gespreksonderwerpen zijn. Dat het traject van een uit je handen gerukt en door de kantine geworpen Batman stripboek met geringe kennis van natuurkunde nog relatief gemakkelijk te bepalen is. Maar dat dit geen garantie geeft voor een hoog cijfer op natuurkunde. Dat specifiek voor sommige mensen een te moeilijk woord is. Dat als jongens met sigaretten in hun mond zeggen dat je moet rappen, dat dit dan niet wil zeggen dat je kan rappen. Dat pootje een gepaste bijnaam is voor iemand die zijn sociale identiteit fundeert op het feit dat hij zijn been in zijn nek kan leggen. En dat je moeder loog toen ze zei dat nerd een compliment zou zijn en meisjes op bloempot haar zouden vallen. Ja. Ik vind het absoluut.